Hallo lieve Kreeft, welkom bij jullie reading. Deze is voor april. Wel staat er al voor maart en april een reading online, dus dit is eigenlijk een soort bonus reading. Ik zal de sterrenbeeld reading van maart en april even beneden in de beschrijving linken, zodat je deze altijd kunt bekijken. Wellicht dat daar een onderwerp aangeprikt is als ik met deze reading zal gaan doen. We gaan vandaag dus eens kijken wat er in april naar voren gaat komen, welke energiestroom er actief is. Nu heb ik natuurlijk al wat video's online gezet dat er in april ook wat energiestromen gaan veranderen. En hier heb ik al over gesproken op de socials. Dus wellicht dat je daar wel al bewust van bent. Maar we gaan dus ook per sterrenbeeld even kijken wat dit met jou zou kunnen doen, lieve Kreeft. Mocht je Kreeft in jouw zonteken, maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop hebben, ben je als crosswatcher aan het kijken, wees welkom. Ben je om welke reden dan ook naar deze video getrokken, dan zal er altijd wel ergens een boodschap voor jou in zitten. Neem echter wel alleen het onderdeel mee wat van toepassing is. Maak het niet passend, want daarmee zul je ook energiestromen kunnen stagneren die voor jou misschien anders mogen lopen. Maar we gaan beginnen. Ik heb wat orakelkaarten klaargelegd en wat tarotkaartendeks. En we gaan gewoon kijken. We hebben yin-energie, kaart 2. Stabiliteit, nieuwe mogelijkheden. Kaart 2 is natuurlijk in het tarot ook de Ik kom er even niet uit. Hoge priesteres, ik kom even niet op de verwoording. Maakt verder ook niet uit. Hoge priesteres is natuurlijk ook wel het stukje intuïtiviteit, spiritualiteit. Waarbij emoties tussen het gevoelsleven en het aardse in balans aan het komen zijn. Yin-energie is natuurlijk het vrouwelijke energiestukje. Het stukje naar binnen keren. Dus we gaan eens kijken, lieve Kreeft. Kreeft is natuurlijk wel een gevoelig teken, waterteken. Wat dit nou in april nog verder naar voren gaat brengen. We hebben natuurlijk ook net die volle maan-energie gehad met die maandverduistering. Nu gaat er in april ook nog de nieuwe maan met zonsverduistering plaatsvinden. Plus Mercurius loopt retrograde in april. Dus de nodige energiestromen, maar ook tegenwerkingen kunnen we eventueel ook verwachten. Nou, deze vliegt op de grond. Oh. Eens even kijken. We hebben de wasp spirit. Sometimes life stinks. Soms steekt het leven. Kaart 64 maakt ook weer 10. 10 staat wel weer voor die voltooiing. En we hebben de grasshopper spirit. Take a leap of faith. Dus het ene gaat zich eigen afsluiten en het andere gaat zich openen. En dat heeft te maken met jouw sensitiviteit en intuïtiviteit. Nu denken heel veel mensen vaak als ze spreken over spiritueel of intuïtie of hoogsensitiviteit. Daar zit wel een barrière stuk tussen. Dus sommige dingen overlappen elkaar daar wel in. Maar er zijn ook wel wat losstaande elementen die met deze, hoe kun je het zeggen? Ik noem het een gave eigenlijk, hè? Want het zijn eigenlijk gaves. Heel veel mensen zien hoogsensitiviteit, HSP, ook echt als negatieve elementen, omdat ze niet weten hoe ze ermee om kunnen gaan. Maar als je eenmaal in het flow zit, hoe je weet hoe je ermee het positieve eruit kunt halen, dan kun je er heel veel voordeel mee doen. Dus voor de mensen die hoogsensitief zijn, voor de mensen die intuïtief, empathisch, het stukje kreeftenergie is natuurlijk sowieso al het inlevingsvermogen wat hoog op het lijstje staat. Maar nu gaat er wel een bepaalde volgende stap gemaakt worden. Next level, zeg maar. Ik pak vast een engelenkaart er ook bij. Mag ik deze al omdraaien? Ja, hij komt al omgedraaid eruit. Dus ik neem deze gelijk voor nu al mee. Eens even kijken. Ik heb niet heel veel plek hier op mijn bureautje. Even mijn kaartendek wegleggen. We hebben aartsengel Michael. Ik werk heel nauw samen met deze. Je werkt heel nauw samen met deze machtige aartsengel. Hij zal je in deze situatie beschermen en begeleiden. Dus mochten er nog elementen zijn waarbij je te maken hebt met nog een pijnstuk of een oude
situatie die dient afgesloten te worden, denk aan het transmuteren van oude pijnstukken naar licht, hè, dan kan dat dus gewoon omgezet worden. En een situatie wat vroeger is geweest of eerder is geweest, wil niet zeggen dat deze jou op dit moment nog moet benadelen of pijn moet doen. Het zijn elementen die je los zou kunnen koppelen, maar het is wel aan jou of jij ze los gaat koppelen. Loslaten is ook het stukje weer groeien, hè? Een stukje groei die weer naar jou toe gaat komen. En dat zien we hier ook met die grasshopper, dat de mogelijkheden er liggen voor jou voor een nieuw ontwikkelingspatroon. En ik zeg patroon omdat jij misschien wel een hele tijd in hetzelfde pad hebt bewandeld en nu ga je een nieuw pad bewandelen, waar je dus nieuwe stappen mag gaan zetten waar nog geen kennis bij opgedaan is. Intuïtief voel jij al heel veel dingen aan. En nu mag je dus ook met ondersteuning dus ook van aartsengel Michael dus ook de juiste beslissingen gaan nemen. Het magische zwaard wat deze aartsengel meebrengt neemt natuurlijk ook mee dat je dus bepaalde karmische koorden kunt doorbreken. Met behulp en bescherming van. Maar we gaan eens even kijken. Ik pak de tarot er even bij. Wat mogen we erbij neer gaan leggen? Voor april, voor de lieve kreeft onder ons. Een chariot. Je eigen kaart komt naar voren. Oké, we krijgen wel de 9 van staven erbij. Een beetje die wounded warrior. Hè? Maar van de andere kant heb ik wel zoiets van, oké, je kijkt nu naar het verleden. Je weet wat je eraan hebt gehad. Je weet ook welke krachten jouw verleden jou weg hebben genomen. In de zin van er te lang aan vast blijven houden. Wat jou uitputten of negatief belichten. Het kan zijn dat jij lastig vond om bepaalde dingen te benoemen. Onderkant dek hebben we wel de 6 van zwaarden, dus een vertrekkaart. Het voelt voor mij echt dat pittige situaties, karmische stukken dus nu afgesloten gaan worden. En dat jij naar die vernieuwing kunt gaan. Jij komt heel anders in jouw kracht te staan. Waarbij je eerst misschien in een bepaalde verdedigingsmechanisme zou stappen. In de fysieke items, je woorden erbij gebruiken. Misschien ook wel een beetje weerbaar zijn qua fysiek contact. Voelt dit voor mij nu dat die boosheid, verdriet en pijnstukken eigenlijk gestabiliseerd zijn en jij nu een andere pad gaat bewandelen mocht iemand jou nog proberen te raken. Dus daar heb jij ontzettend veel stappen in gezet en hier heb je hard voor mogen werken. Maar dit zorgt er wel voor dat je de union in jezelf gaat krijgen en eventueel dus ook misschien wel zelfs op korte termijn een soulmate mag gaan ontvangen in jouw leven. Het kan zijn dat jij deze persoon gaat ontmoeten als je misschien ergens op cursus bent of een studie aan het doen bent. Misschien op een retreat. Het voelt wel voor mij in een bepaalde lessituatie. Misschien ga je naar een bijeenkomst toe of een spirituele beurs of weet ik veel wat. Waarbij jij dus meer inzichten gaat krijgen over de persoon die hier dus naar voren komt. Maar dit kan pas komen als jij die union al in jouzelf hebt. Ik neem ze even niet mee. Mochten ze er dadelijk uit willen komen, komen ze vanzelf weer uit het stapeltje gevlogen. Maar we gaan eens kijken dus wat er na die 6 van zwaarden eigenlijk naar je toe gaat komen. Power vrouw, power energie. Ben je als man aan het kijken, kan het zeker ook jouw energie zijn. De krachtige energie waarbij jij dus comfortabel in je energie zit. Waarbij jij de zekerheid hebt, de stabiliteit, overvloed weet te behouden. Je hebt hard geleerd aan, of je hard gewerkt aan de leerlessen die jij hebt gehad in het verleden. En hier zit nou een versnelling in. En dat zorgt er ook voor dat die yin-yang energie blijft behouden. Maar het kan voor sommigen zijn dat er wat laatste restjes zijn die aan dienen gekeken te worden. Nu is natuurlijk iedereen op een eigen tempo en snelheid actief in het leven. Eigen tijdlijn. We krijgen namelijk wel de 10 van munten op kop. Ik was hier net mee bezig. Ik keek hiernaar toen de 10 van munten komt. Dus ik leg het even hier neer. Dat komt omdat een bepaalde voorspoed niet meer actief is in jouw leven. Wat wel misschien niet alleen het financiële stabiliteit gaf. Maar ook een stabiliteit voor jouzelf. Waarbij jij dacht dat het stabiel was. Maar uiteindelijk heb je ingezien dat je er eigenlijk alleen maar aan het kortste eind aan het trekken was. Waarbij je dus
een bepaalde stabiliteit in een illusie hebt gezet. Stabiliteit die je dus nu wel terug gaat krijgen of al terug hebt gekregen, want afhankelijk van op welke tijdlijn jij zit. Het voelt voor mij dat dit een stukje verleden is wat hier naar boven komt. Vooral ook omdat we met Mercurius te maken hebben, waarbij dus energie ook weer even naar de oppervlakte kan komen. Met een bepaalde zicht ook op waar we zijn geweest en wat we doorlopen hebben. Hoe we erin staan, hoe we er toen in stonden en nu in stonden. Bepaalde elementen wat ons niet meer zal kunnen gaan raken, omdat wij gegroeid zijn, geshift zijn, oude patronen door hebben genomen. Wat kunnen we hier als voordeel inhalen en wat kunnen we hierin loskoppelen? Ik zie hier wel veel energie van loskoppeling, energie van zelfstandigheid, intuïtieve groei, stabiliteit. Ook inzien van oké, en deze mensen wil ik wel energie spenderen en de anderen niet. Sommigen zijn van die bloedzuigers die je energie leegtrekken of alleen maar op jouw pad komen wanneer zij het nodig hebben. Een beetje ook dat, nog net niet het schooierige effect, maar ik krijg wel de duivel onderkant dek. Je judgment erbij met de vier van munten. Mensen die zelf misschien wel eigenlijk de nodige middelen hebben om iets te kunnen verwezenlijken, maar toch nog met het handje naar jou toe komen. Het voelt voor mij dat sommige kreeften ook best wel in een financiële tegenslag hebben gezeten jaren geleden of nog steeds. Maar die dus nu eigenlijk op aan het krabbelen zijn. Altijd heel veel voor anderen klaar hebben gestaan en er niet voor wilden ontvangen of er niet voor vroegen. En juist die mensen die nu, of die mensen die dus dingen van jou gaan vragen wat niet in een zuivere balans is, die willen dus het voor niks hebben, terwijl je nu zoiets hebt van oké, nu vind ik het wel klaar, ik heb al zoveel voor niks gedaan. Of dat juist die mensen om hun diensten geld gaan vragen, terwijl jij altijd het gratis hebt gedaan. Of gewoon uit een goed hart en niet wetende of niet nodig vinden om daar geld voor te vragen. Het toxische gaat ontkoppeld worden en dat komt omdat jij naar die vernieuwing gaat. Je hebt het licht gezien, je bent aan het upgraden. En dat zul je merken dat je ook niet meer deze energiestromen toe zult gaan trekken. Dat het geblokkeerd wordt vanuit de hogere hand. Dus deze kaart zie ik als positief in de zin van je wordt beschermd tegen toxische elementen. En toch zul je af en toe dat element op je pad krijgen of dat situatiemomentje. Waarbij jij mag gaan voelen, oké, wat heb ik hier aan? Wat heb ik ermee gedaan in het verleden? Hoe zal ik nu handelen? Hoe kan ik met mijn keelstem, je keelchakra, je stem het rustig overbrengen? Niet dat je boos wordt of verdrietig of wat dan ook. Je gaat in gesprek met die mensen en je merkt eigenlijk al dat die mensen snel afhaken als ze merken van oké, deze persoon geeft niet meer toe. Die staat in haar of zijn kracht. We krijgen weer die chariot. Onder de chariot krijgen we de chariot. Dubbele kaarten is wel een item wat de laatste tijd veel meespeelt. Even kijken of ik mijn lamp anders kan zetten. Dat jullie de kaarten iets beter zien. Nou, het is niet heel helder dan op beeld, maar wel beter voor de kaarten, denk ik. Ik hoop dat de camera het aan gaat passen qua lichtsterkte. We krijgen wel de aas van staven op kop. Waarom krijgen we de aas van staven op kop? Mag ik daar een verklaring bij? Komt weer op kop, oké. De vier van staven op, of zwaarden op kop. Het is toch wel een stukje zelfverzorging wat dan mee te maken heeft. Waarom komt dan de aas van staven op kop? Het kan zijn dat je op dit moment of de periode die gaat komen veel energie heeft gekost. Ik had het net natuurlijk al over dat stukje bloedzuigers. Het kan zijn dat je te maken hebt gehad met mensen die heel veel energie hebben gekost. Waarbij je eigenlijk vast kwam te zitten in een bepaald patroon. Waardoor jij dus niet jezelf kon zijn. Je bent hier uitgestapt wat best wel wat intensiteit heeft kunnen brengen. Maar vervolgens, die intensiteit zorgt er ook voor dat je weer meer creativiteit gaat voelen. Meer emoties die naar de oppervlakte kunt gaan komen. Wat ook te maken heeft dat je dit kunt gaan verwerken. Of aan kunt gaan kijken. En dan krijgen we de zonkaart weer. We zagen natuurlijk in het begin ook al de zonkaart. Toen heb ik de zon weer teruggestopt in het deck. We krijgen Justice. En we krijgen de magier. Oké.
krijg je best wel wat onderkant dek. Kan het zijn, met die uitputtingsslagveld wat hier ligt, dat sommigen burn-out bijna afgerond hebben. Waarbij ze inzichten hebben gekregen wat wel en niet meegenomen dient te worden. Wat je los kunt laten, welke kant en vrijheid je kunt nemen. Magier, justice, krijgen we hier. Het stukje balans ook wel. Het kan ook zijn dat bepaalde mensen een juridisch contract gaan tekenen of afronding gaan krijgen. Hou het wel in de gaten dat in april Mercurius dus retrograde loopt. Waarbij je de kleine lettertjes zeker dient te lezen van een contract. Kun je dit over die aprilmaand heen tillen. Probeer dit dan ook uit te rekken. Maar ik voel wel dat je heel erg beschermd bent, lieve kreeft. Wat te maken heeft met jouw groei en bescherming. Ook van aartsengel Michael. Ook andere engelen die bij jou zijn. Dus er is best wel wat voordeel die jij dus met je meeneemt op dit moment. Ik pak de Lightseers Tarot even nog erbij. Pakken we nog één tijdlijntje erbij. Om te kijken wat dit nog met zich mee gaat brengen. Okay. De mooiste uitkomst die er mag komen, wil ik op tafel hebben. Oké, okay, de duivel komt eigenlijk wel op kop. Doorbraak van karmische stukken. Doorbraak en ontkoppeling. Je stukje vrijheid terugkrijgen. Soulmate verbinding. Voor sommigen kan het betekenen dat er in eerste instantie een valse soulmate in jouw leven was. Dat je het gevoel had dat je een twin flame had waarmee jij connecte, wat dus niet de realiteit was. Een stukje illusie die we straks ook al op tafel zagen. Oké, maar we krijgen dus hier wel de zes van bekers. Met de koningin van bekers. De gat van Fontuin. Nou, het geluk gaat aan jouw zijde staan, lieve kreeft. Het powerkoppeltje komt hier gewoon uit. Dus iemand waarmee jij dus echt wel die divine connection hebt. Voor sommigen kan het echt wel uit vorige levens zijn. Maar het kan ook zijn dat je eerder in contact bent geweest in jongere jaren. Dus echt in jouw jeugd. Waarbij jij iemand al in jouw school of op school in de klas had zitten. Of een vriendje van een vriendje. Of iemand die jij wel kent uit het dorp. Of wat dan ook. Hoeft totaal niet het geval te zijn. Want er kijken natuurlijk veel meer mensen als één. En voor iedereen zal dit anders gelden. Het zijn collectieve berichten. Dus het kan met je resoneren. Een deels met je resoneren of niet met je resoneren. Dit heeft vooral met het stukje te maken waar jij op dit moment op intapt. We krijgen wel deze drie kaarten. De persoon waarmee jij kunt gaan connecten, die is nog wel in een bepaalde helingsproces. Of dat deze persoon net uit de verbinding is gekomen of al langer uit de verbinding, maar nu pas met zijn of haar eigen stukken aan de gang gaat. Zit nog een beetje in een verwerkingsproces, terwijl ik voel dat jij al in een bepaalde verdere situatie zit. Nu is het wel zo dat jullie elkaar kunnen helpen en ondersteunen en dit in een positieve zin ook naar een next level kunnen krijgen. Ook kan het zijn dat in deze periode deze persoon heel veel aan jou aan het denken is. Of gewoon in de zin van een soulmate verbinding in de romantische setting. Vooral omdat we ook de twee van bekers al zagen, is toch wel een divine counterpartner die hier naar voren komt. Maar er is iemand nog in afwachting. Ik pak daar nog wat kaarten bij. Eens even kijken. Oh, ik had mijn dek al weggelegd. Kijk. Naar een next level kan het getild worden. Onderkant magier. Doordat jij oprecht en eerlijk bent geweest in het verleden en dus ook bepaalde knopen door heb gehakt. Misschien mag je er nog wat aan gaan kijken, maar dat zal voor iedereen dus anders zijn. Het is wel iemand die zeer intelligent is, communicatief, heel erg sterk is. En het kan zijn dat de persoon waarmee jij wil gaan connecten niet weet hoe hij of zij met jou in contact dient te komen. Nu kan het zijn dat je deze persoon in één keer tegenkomt dus op een cursus. Waarbij jij best wel krachtig in jouw energie staat. En de ander dus een beetje tegen je op aan het kijken is. Maar daar dan ook over gaat
nadenken. Terwijl de mogelijkheden er liggen, de ruimte is er, het energetische energieveld tussen jullie is gelijkgestemd. Alleen het is het stukje onzekerheid die of bij de ander meespeelt, of wellicht toch bij jou. Maar het voelt voor mij dat het meer bij de ander ligt. En dat kan zijn omdat de ander misschien het gevoel heeft dat hij of zij nog niet zo ver is qua stappen zetten. Terwijl als jullie elkaar gaan connecten of met elkaar gaan verbinden, hoeft het totaal niet in eerste instantie op romantisch vlak te zijn. Is het wel zo dat jullie heel dicht bij elkaar gaan komen qua energiestroom. En dat heeft te maken met, kijk, we krijgen deze oude pijnstukken die de ander nog los probeert te koppelen, maar door het samenwerken juist gaat upliften. Of hoe noem je dat? Je kunt, ja, als is het misschien even en nog niet helemaal in balans, dat jij misschien hoger staat of de ander staat misschien hoger. Door met elkaar in contact te komen, lift je eigenlijk de andere persoon op. En dat is eigenlijk ook gelijk de bevestiging als dit gebeurt, dat dit een serieuze intentie is qua verbinding vanuit het universum. Mocht jij een verbinding hebben gehad of nog krijgen, waarbij jij al hoger zit en de andere niet, en deze persoon die lift zich eigen niet op, maar dat gat blijft actief, dan is dit geen serieuze intentie om mee te verbinden. Dan is het of een valse twin flame, of het is een karmische verbinding waarbij je lessen uit mag halen. Maar dit zijn voor nu al heel veel kaarten op tafel. Ik zit ook al veel langer eigenlijk als de planning is voor de sterrenbeelden. Dus lieve kreeft, ik hoop dat je iets aan deze reading hebt gehad. Laat vooral een bericht of een like achter als dit jouw reading is of jouw tijdlijn is. En dan wens ik jullie een hele mooie april maand toe en tot de volgende keer. Doei doei!